Ja, schiet mij maar lekker hoor. Ja, ik bedoel, ik zit te kijken. Ik lees alles over die A12 met die klimaatkneuzen. Ja, dat is toch niet te geloven. Ja, Nederlandse overheid. Zover die dan bestaat, die laat er gewoon met zijn ballen spelen. Ik bedoel, dit kan toch niet? Hoe is het nou mogelijk? Kijk, de klimaatkneuzen, die kondigen dit. Hè, want dat doen ze dan wel, dat is dan wel heel aardig van ze. Die kondigen dat ruim van tevoren aan. Dat ze op die A12 gaan zitten. En dus dan weet je dat toch. Ook die burgemeester, ook die fazanen, ook slapjanus. En die gaan dan de hele tijd maar na zitten denken. Weken nadenken. Hoe moeten we dit nou oplossen? En die klimaatkneus die kondigt ook nog aan. Ja, we gaan daar kamperen. Hè? Nee, we blijven daar even lekker zitten. We maken er nou echt een puinhoop van. Ja. En dan komt in die tussentijd komt ook nog, zeg je die op tv, die Lala. Die nummer 2 van de Partij van de Arbeid. En die GroenLinks, die komt gewoon vertellen. Het is gewoon een grondrecht. Het is een grondrecht om op een snelweg te gaan zitten. Volkomen. Volkomen verknipt. Nou, niet te geloven. Die steunen dat gewoon, de Partij van de Arbeid. Die altijd hun mond vol hebben over van, ja, rechtsstaat en alles moet wel binnen de wet. En zeker met dit nieuwe kabinet en is dat allemaal wel geregeld. Nee, dit hoort allemaal binnen de wet. Ga gewoon maar op een snelweg zitten. En de samenleving vervelen. Met je ongein. Maar ik begrijp gewoon niet dat als je dat allemaal ziet aankomen, hè, dat hele gebeuren, dat je er dan niks aan doet. En dat stelt mij ook teleur van dit kabinet. Want dat vorige kabinet, ja, die deed helemaal niks met D66 erin. Die vonden alles goed, dan ga je gang maar. Maar ik dacht met deze jongens erbij, hè, in dit nieuwe kabinet, ik denk die gaan natuurlijk zeggen van, maar dit gaat niet meer gebeuren. Nee, en de politie die haakt af, maakt niet uit, dan zetten we het leger in. Ja, dat had ik verwacht. Ik denk, nou, dan ga je dus, als je weet dat ze komen, ga je er dus alles aan doen om te zorgen dat zij niet op die snelweg komen te zitten. Niks van dat al. Ga je gang. Ga lekker zitten en dan gaan we straks weer, gaan we daar weer honderden en honderden, weet ik veel, politieagenten inzetten. Om ze weer keurig weg te dragen. En dan gaan we weer. Het is allemaal slappe hap, vrienden.